Een elektrische fiets is een fiets ontwikkeld om de trapinspanningen tijdens je verplaatsingen te verkleinen. De werking van een B-Twin elektrische fiets is eenvoudig. Maar zodra de bewegingssensor die ingewerkt zit in het crankstel een rotatie detecteert, treedt de ondersteuning in werking dankzij de motor die ofwel in het voorwiel ofwel in het achterwiel zit ingewerkt. Conform de wetgeving is het vermogen van de motor beperkt tot 250 watt per uur en gaat de ondersteuning maar tot 25 km per uur. Als je sneller wil gaan, dan sta je er terug alleen voor. Alle B-Twin elektrische fietsen zijn uitgerust met de lithium-ion batterijen in de bagagedrager achteraan. Deze batterijen zijn afneembaar en uitgerust met een geïntegreerde beveiliging. De lithium-ion batterijen zijn lichter dan lode batterijen en hebben geen laadgeheugen. Je kan een oplaadsessie onderbreken zonder de batterij te beschadigen. Op al onze batterijen geldt een garantie van 2 jaar. Tot 500 complete laadsessies en hun levensduur kan tot 1000 sessies gaan in optimale omstandigheden. De oplader van de batterij wordt meegeleverd met de fiets en kan aangesloten worden op het gewone elektriciteitsnet. Het duurt gemiddeld 5 uur om een batterij volledig op te laden. De keuze van de batterij is doorslaggevend bij de aankoop van een elektrische fiets. In functie van het gebruik moet je 2 belangrijke zaken indachtig zijn: de spanning in volt en de stroomsterkte in ampère per uur. Hoe hoger de vermelde spanning, hoe groter de ondersteuning zal zijn. En hoe groter de stroomsterkte, hoe groter de autonomie. Bij de keuze van je elektrische fiets moet je je goed afvragen waarvoor je de fiets zal gebruiken. Op welk terrein zal je fietsen? Heuvelachtig? Korte trajecten? Wie deze vragen doelgericht beantwoordt, zal zeker de juiste keuze maken. Voor meer inlichtingen kan je altijd terecht op www.decathlon.be of rechtstreeks in een van onze winkels om de fiets te testen.